Naf, Naf, had ik je verteld van die zwaargehaarde boy van verderop? Hij was mad in elkaar geslagen en shit. Maar als je mij vraagt... Hij was een goede jongen, wat deed hij nou verkeerd? Alles wat hij wilde was respect, respect. Zo klonk het schot dat die jongen trof, die anders was dan de anderen. Hij wilde wel, maar kon niet veranderen. Niemand kon hem meer helpen en pleegde zelfmoord. Hij was een flikker, althans dat zeiden ze. Een besmettelijke ziekte en dat vermijden we. Ons conservatisme is levendig met een modern gedachtegoed rechtstreeks vanaf de Veluwe. Hij was een goede jongen, wat deed hij nou?